Inderdaad, altijd leuk als er bijzonder intelligente mensen in onze zetel zitten, wat natuurlijk steeds het geval is. Vandaag is dat Paul Kempeneers. Hij is dokter in de Germaanse filologie en toponymist. Zeg ik het goed? Een toponymist? Inderdaad. Ja. Wat doet iemand die aan toponymie doet? Wat houdt dat juist in? Toponymie is van het Grieks afgeleid en betekent eigenlijk plaatsnaamkunde. Ja. Zoals dus antroponymie, dat gaat over persoonsnamen. Ja. Ik hou me vooral bezig dus met de studie van heel oude plaatsnamen. Het is een beetje jouw levenswerk als ik het zo bekijk, hè? Ja, ik ben daar een tijdje mee bezig, laten we het zo zeggen, ja. Ja. Een van de recentste uitgaves van jou, onder andere van jou, is dit keer de Vlaamse gemeentenamen. Ja. Het is een soort woordenboek. Ja, in 1948 verscheen het boek van Carnoy in het Frans met de Belgische namen erin. Ja. Maar dat was intussen zo erg verouderd dat we natuurlijk gezegd hebben dat zou moeten opnieuw gemaakt worden. Maar we hebben ons beperkt dus tot de Vlaamse gemeenten, Brussel uiteraard inbegrepen. Ja. En we hebben dat gemaakt dus met 6 mensen, 5 plus een coördinator. Met allemaal dus leden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Mooi. Dus al deze Vlaamse gemeenten, jullie gaan dan op zoek naar hun oorspronkelijke betekenis, zoiets? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, nee. Omdat daar verschillende lagen zijn. Er zijn dus bepaalde namen die nu gebruikt worden als gemeentenaam, ja. Die misschien 3000 jaar oud zijn, dus lang voor Christus ontstaan. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om te weten, we weten zelf niet welke taal hier gesproken werd. Het is een Indo-Europese taal. Ja. En dan heb je de tijd van de Romeinen en vlak daarna, dus laten we zeggen de jaren 150, 200 na Christus, dan komen de Franken binnengevallen en dan ontstaan er borduren. En ook op dit ogenblik ook nog in 77 namen als Laakdal, die zijn dan gemaakt na de fusie. Om het allemaal nog net iets ingewikkelder te maken voor jullie zo. Hoe begin je daaraan? Want het is echt een heel groot werk, hè? Dat is inderdaad een werk dat wij dus verdeeld hebben. Want ja. Eerst moet je dus de meest betrouwbare oude attestaties hebben. Ja. En daar waren nogal wat zaken die totaal verkeerd opgeschreven werden. Ja. Maar dankzij onder andere het woordenboek van professor Gijzeling, al in 1960 uitgekomen, hebben we toch al voor de meeste een heel oude naam, dus een heel oude attestatie. Hoewel Gijzeling gestopt is in precies 1226. Dus er zijn nogal wat gemeentenamen die pas nadien zijn opgetekend. Ja. En die zijn we allemaal eerst gaan opzoeken. Fantastisch. En daarbij blijft het niet, want je hebt echt al heel veel werken op jouw naam staan. Onder andere ook, je mag het er even bij halen, het boek van Aarschot. Je mag het even in de lucht steken als je wil. Ja, dat is dus begonnen met eigenlijk de zoektocht naar het kerkje van Weerden. Ja. En ik had aan de toenmalige schepen gezegd, ik wil het terrein een beetje verkleinen, want men zat daar met 5-6 hectare waar men dus een onderzoek ging doen. Ja. Dan heeft de schepen gezegd, doe maar. En dan heb ik nadien Aarschot gemaakt. Intussen was dus meneer Peters burgemeester geworden. Ja, oké. En dat heeft dan ook weer te maken met zijn geboortedorp. Want hij had me dan gezegd, toen het boek verscheen in 2009, ik ben eigenlijk van Langdorp, zou je dat dan niet verder maken? En zo is dan dat boek van Langdorp, dat dus op 30 maart gaat voorgesteld worden in het gasthuis in Aarschot. Ja, dit is dus een beetje in primeur, want mensen kunnen het nog niet kopen, hè? Vanaf 30 maart. Dat is momenteel nog niet te koop, men kan wel voor inschrijven. Ja. Maar men zal moeten wachten, het is tot 30 maart om het mee naar huis te nemen. Okay. Maar het ziet er dus uit zoals dit. Ja. Met op de voorpagina de bekende, fameuze Langdorpse windmolen. En je hebt mij daar straks verteld, die staat er nog steeds, hè? Ja, die is sedert een tiental jaar opgekalfaterd, gerestaureerd. Ja. Maar eigenlijk staat die al van die 1662. Fantastisch. En de brave man die dat gedaan heeft, was de zeker van den Einde, de Gielis van den Einde. Die heeft op dat moment 2000 gulden betaald
aan de hertog van Arenberg en Aarschot om de wind te mogen gebruiken. Om de wind te mogen gebruiken. Ja, de wind boven het domein dat van de hertog van Arenberg was, ja, of van Aarschot, dat was eigendom van hem. En om dat te gebruiken moest men dus betalen. En dat was een normale zaak in die tijd. En in welke tijd was dat toen? Dat is 1662. Mastig. Maar ik heb intussen andere gegevens. Ja. En die gaan bijvoorbeeld over Binkom, ja, waar de molen wel verdwenen is. Maar waar in 1370 ook al betaald werd voor het gebruik van de wind. Maar dan werd dat betaald aan de hertog van Brabant op dat ogenblik. De toenmalige politici waren toch ook al een beetje kapoenekes, als ik het heel zwak mag uitdrukken. Hè? Ja, dat is een kwestie ook van de standen. Men had in die tijd dus de adel, de klerus en ja, dan de derde stand. En dat heeft eigenlijk geduurd tot bij de Franse Revolutie. Ja. Dus zo eenvoudig was dat niet. Dus dat zijn dus opinies waarvan men op dit moment zou zeggen, hoe kan het nu dat men voor wind gaat betalen? Ja. En toch was dat dus eigendom van de heer. Ja. Oké, allemaal heel interessante weetjes, maar het is niet simpel om zo'n boek tot stand te brengen. Want heel onze tafel ligt vol met een enorme grote kaart. Dit is Langdorp, hè? Dat is Langdorp, inderdaad. Ja. Men moet eerst beginnen met een ernstige, goede kaart tot stand te brengen. Dat betekent dat men dus eerst de pre-kadastrale kaarten moet gaan opzoeken, die, ja, bij ons dus te vinden zijn in de Financietoren in Brussel. In Brussel, ja, ja. En dan heb ik die dus op ongeveer de helft of iets minder verkleind. En dan worden die allemaal aan elkaar geplakt. Knippen want dat plakken is iedere keer een sectie. Ja, ja. En dat dateert dus pas van de jaren 1822 dat men daar een nummer aan gegeven heeft aan elk stukje perceel dat er bestond. En hoe gebeurde het daarvoor dan? Want dan bestond er natuurlijk wel geen kadaster. Voordien werd dat gewoon gedaan met wat men noemde reengenoten. Dus een bepaald stukje land of een huis, ja, grenst aan een straat of eventueel aan 3, 4, 5 omliggende eigenaars. En dat, ja, waren dus reengenoten. Ja. Maar dan wordt dat niet altijd gemakkelijk. Als je dus in oude archiefstukken zit, dan is het niet altijd eenvoudig om te weten wat is bijvoorbeeld, ik zeg zomaar wat, de palingsteert. Waar ligt dat? Ja. Dat had geen enkel nummer. En daarvoor moet men dus met kaarten werken en dan stilletjes aan daar toch zaken terugvinden die al eeuwenlang niet meer bekend zijn. Mijn beste Paul, hoe lang werk je aan deze kaart op zich dan? Wel, ik maak eerst een historische atlas. Dat wil zeggen, je moet alles opschrijven, elk nummer, met de oppervlakte, ja, ook wat er op staat. Een huis of akker of gras of, ja, wat dan ook. Ja. En dan wordt dat eerst allemaal genoteerd. En natuurlijk dan moet men intussen in het archief alle mogelijke namen gaan opzoeken die nog bekend zijn. Ja. En daar altijd goed bij schrijven waar men dat vindt. Oké. Okay. Ja, dat is ook belangrijk, want anders vind je het zelf niet meer terug. Ja, als klopt je twijfelt aan een bepaalde context. Ja. En jij geeft dan alles ook aparte nummers en kleuren. Ja, je begint dan met bijvoorbeeld wat men nu noemt OCMW. Ja. Dat heette vroeger de tafel van de Heilige Geest. Oké. Okay. Of anders gezegd ook de arme tafel. Ja. En de stukken grond die die mensen bezaten, dat ging zo 300, 400, 500 jaar lang, bleef dat dus in de handen van de arme tafel. Nadien wordt het in de Franse tijd een commissie van dit of van dat. Hè. Nadien wordt dat commissie openbaar aan onderstand enzovoort. Maar ja, die stukken grond die zijn dus eeuwenlang van dezelfde. Wanneer dus bijvoorbeeld de arme tafel van Langdorp een stukje bezat, een heel lang gerek stukje tot aan de Demer, dat men de palingsteert noemde, dan kan men dat op die manier terugvinden welk stuk daarmee bedoeld werd. Dat is dus een puzzel van enkele duizenden stuks. Ja. In Langdorp bijvoorbeeld in de jaren 1822 zijn er al 4000 van die perceeltjes. Sommige groter dan de andere. En als je vertrekt vanuit de hoek van Aarschot tot aan Testelt, ja, dan heb je exact 8000 meter. 8 kilometer dwars doorsneden. De diagonaal, ja, van Langdorp is dus precies 8 kilometer. En dat heb jij helemaal ontcijferd en ontrafeld? Ja, eerst moet je natuurlijk in veel archiefstukken gaan, ja, lezen. Hè. Ja. Voor Binkom is dat bijvoorbeeld minder interessant, omdat men daar nogal wat heeft opgebrand. Oei.
Okay. Dus we moeten een beetje geluk hebben dat het nog bestaat ook. Ja. Heb je nog tijd voor andere dingen? Of is dit echt waar jij dag in dag uit mee bezig bent? Ja, kijk, als je nu bijvoorbeeld Boutersum neemt, wat intussen ook wel af is, maar nog niet gepubliceerd. Ja, het volgende boek komt er al aan, hè? Boutersum. Ja, dat komt er ook dit jaar nog aan. Oké. Maar daar heeft de kasteelheer van Boutersum in 1761 aan de landmeter Gens het hele grondgebied laten opmeten. Van heel Boutersum? Van heel Boutersum. Dat is natuurlijk interessant. Ah, ja. Want op die manier kun je alles lokaliseren. Ja. Voor Langdorp is dat minder het geval, omdat we dat dus niet zoveel kaarten hebben, zeker niet van voor 1800. Ja. Boutersum is klaar, zeg je. Wat is het volgende project? Want je bent er al mee bezig. Dan zijn we verder aan toe met Binkom. Ja. En als dat gedaan is, misschien nog iets anders in het Hareland. We zullen dus wel zien wat daarvan komt. Een man met bijzonder veel plannen. Ik vind het schitterend. Kan je eens een interessant weetje, in welk dorp of gemeente woon jij? Ik woon zelf in Tienen. In Tienen. Je bent er ook geboren, hè? Ik ben daar ook geboren, al waren mijn ouders respectievelijk van Oorsmalen-Gussenhoven en van Kumtig. Okay. Dus ik ben een inwijkeling, maar ik ben zelf geboren in Tienen. Ja. Kan je zo eens iets interessants vertellen, want er zitten nu heel veel mensen voor hun televisie ongetwijfeld uit Tienen. Uit deze streek, wat weten de meeste mensen nog niet bijvoorbeeld? Van een straatnaam of... Ik weet niet. Ja, dat is nog wat anders. Straatnamen die veranderen al wel eens. Ook al, ja. En het gebeurt is dat men een bepaalde straat in het begin van de jaren 1900 veranderd heeft met daar... Over het hele grondgebied, spreekt nu van het Hareland, zijn er nog tientallen burgemeesters namen gegeven. Dat gebeurt nu minder, maar toch nog. Hè. Ja. Dus om één voorbeeld te noemen, in Tienen heb je sedert de jaren 1200 een lange straat. Of in het Latijn werd dat dan vertaald in Platea Longa of zoiets. Hè. Maar begin van de jaren 1900 heeft men daar dan de naam van Victor Baudouin aangegeven. Wat een heel moeilijk naam om te schrijven is ook. Ja, hè. Ja. Maar goed. Maar wat men in Aarschot gedaan heeft bijvoorbeeld, nog zeer recentelijk, dat is dat men zo'n 20 namen heeft uitgekozen. En men heeft daar dus nieuwe bordjes gemaakt waarop staat vroeger. En daaronder de naam die dus die straat vroeger had. Ja. Zonder even natuurlijk dat men de mensen niet gaan verplichten om allemaal hun identiteitskaarten te laten veranderen enzovoort. Ja. Maar jij gaat ook op zoek naar oude huisnamen, hè? Want heel veel huizen vroeger hadden ook inderdaad. Echt een naam. Dat is, daarvoor moet ik mijn historische atlas eens opstellen. Je moet eens zoveel mogelijk de eigenaars kunnen noteren. Ja. En als je dan in oude geschriften van de jaren voor 1800 zelfs bepaalde mensen terugvindt die een huis bezaten, dat grensde aan die, die en die. Dan moet je allemaal dus opschrijven. En zo kan men dan stilletjes aan teruggaan. Bijvoorbeeld in Langdorp heb ik zo het papegaaike teruggevonden. Dat op dit moment bestaat uit twee huizen. Dat is dus verdeeld in twee. En mensen die nu iets of wat van Langdorp weten, die zullen een prentkaart voor de dag halen. Waar één stuk in de nieuwe Sint-Pieter werd genoemd. En de andere het Hof van Vlaanderen. Ja. Maar in 1700 was dat maar één enkel huis en dat was het papegaaike. En daarnaast had men dan de bruine baard. Dan was er een klein voetpad dat liep naar het Schuttershof. Ja. En daarnaast had men dan het Schuttershuis. Zeg maar, als jij al die namen niet terug opduikt van zo lang geleden, dan gaan die toch compleet verloren? Doorheen de tijd? Nee, want als jij dit nu niet allemaal noteert, weten mensen het niet, hè? Ja, zo zijn er toch wel, ik denk 80-90% van de namen die gewoon vergeten zijn. Ja. Maar het gebeurt niet zelden wanneer ik zo'n naam weer heb opgerakeld. Bijvoorbeeld in Tienen waar je een hotel hebt, waar men dan opnieuw de drie koppen opzet. Of een hoek waar men opnieuw het gulden hoofd gaat opplakken. En dat was dan de naam van zoveel? Dat was de naam van in 1700. Ja. Dat is natuurlijk interessant, in plaats van zomaar een of andere naam van een firma of van een persoon. Dat was het verschil met vroeger. Er waren geen huisnummers. Dus men kocht een bepaald huis, ik zeg maar de Lely. Ja.
Maar 300-400 jaar aan een stuk blijft dat de lelie met altijd andere eigenaars. Ja. Maar de naam bleef. De naam bleef. He, een praktisch voorbeeld, dat is in Aarschot zelf, heb je op een hoek van een klein straatje de Zwaan. Dat is al meer dan 500 jaar lang de Zwaan. Dat is natuurlijk een uniek geval, want de meesten zijn al lang verdwenen. Ja. Is er ooit een straat naar jou vernoemd? Naar mij, ja. Ja, echt waar? Maar dat ben ik dus niet. Ah, oei. Daar is er eentje in Montenaken. Ja, Paul Kempeneerstraat. Ja, dat is datzelfde dorp ervoor. Maar dat ben ik dus niet. Nee. Het is ook geen familie van mij. Maar we gaan gewoon vandaag een beetje denken dat het wel jouw straat is. Dan, hè? Want die eer krijg je allemaal toebedeeld. Ik vond het schitterend dat je vanmiddag tijd vond om erbij te zijn. Nog heel veel succes met al deze boeiende werken. Ik dank u zeer. En ik hoop dat we binnenkort... En ik ben heel blij dat ik dit komen vertellen heb voor ROP. Dank je wel, wij met jou. Nog heel veel succes en de groeten aan je vrouw, hè. Dat gaan we ook doen. Goed, ja. Dankjewel. Jullie hebben het gehoord. Dr. Paul Kempeneers heeft heel wat boeiende werken geschreven. Je vindt ze binnenkort op 30 maart, was het, hè? 30 maart. Ja, komt het werk van Langdorp uit. Als je erbij wil zijn, moet je er wel op tijd bij zijn, liever. Via deze website vind je meer informatie, want de oplage is beperkt. En het is toch echt wel een unicum. Wij gaan er heel even tussenuit. En van al dat babbelen krijg je natuurlijk dorst. En wat is er heel goed tegen een droge keel? Volgens mij een fris glas wijn. Tot zo.